We blijven nog even in Horst, want met het culturele festival Op 2013 is officieel het nieuwe culturele seizoen geopend. Het centrum van Horst stond geheel in het teken van muzikale optredens, straattheater en kunst. Fred Hoeben van de organisatie, het eerst dit jaar een cultuurprijs van Horst aan de Maas. Wie komt gezoeken tot het idee? Nou ja, we speulen al langer met het idee en de directe reden daarvan is... Er gebeuren heel veel mooie culturele dingen in deze gemeente en heel veel dingen weer nee opgemerkt. Zo won Egbert Derks bijvoorbeeld vorig jaar de Annie M. G. Schmidprijs en heel weinig mensen wisten dat eigenlijk, terwijl het in Nederland echt een hele grote prijs is. En na aanleiding door van dochter van eigenlijk zou er een soort waardering moeten zien vanuit de gezamenlijkheid van de gemeente om die mensen om er even een lampje op te zetten, om even de aandacht voor te verhogen. De aandacht kreeg al heel veel mensen vandaag met een cultuurmanifestatie. Er was heel veel te doen, heel veel aanloop heb je gehad. Die organisatie doorheen, wie lang ben je er met bezig? Nou, bijna een jaar. We zitten dadelijk over 2 weken weer te evalueren over dit festival. En dan gaan we weer plannen maken voor volgend jaar of het weer gaat gebeuren en zo ja, hoe dat het gaat gebeuren. S'avonds heeft wethouder Geer van Rens voor de eerste maal de cultuurprijs Horst aan de Maas uitgereikt. Het begin van een nieuwe traditie. Dames en heren, de jury heeft besloten om de prijs te geven aan Jan Duif. Jan, wil je alsjeblieft naar binnen komen en neem Henny alsjeblieft mee, zodat ze middel kan delen zoals ze dat altijd doet in hun culturele activiteiten. Proficiat Jan. Dames en heren, Jan Duif, winnaar van de eerste cultuurprijs van Horst aan de Maas, Hart voor Cultuur. Jan Duif, van harte gefeliciteerd. De eerste Horster cultuurprijs van Horst aan de Maas. Wie vult dat als kerstverse winnaar? Heel onwennig. Ik ben er gewend om dit soort dingen te krijgen. Ik voel me heel erg gevleid. En als ik het verhaal huur, dan herken ik me er ook wel in. Maar het blijft even goed, heel onwezenlijk dat je doorstort en dat je de eerste in Horst ziet is een prijs toegereikt krijgt. Je hebt een heel mooie schilderij gekregen van Jacques Poels. Hoe ga je dat neerhangen? Heb je dan een plaatsje voor? Dat weet ik niet. Daar moet ik nog even over hebben met Henny. Het kreeg een plekje. Goed zo. Wethouder Ger van Rens, de eerste cultuurprijs van Horst aan de Maas. Wat duidt dat voor u als wethouder, maar ook voor de gemeente? Ik denk dat het voor de gemeente heel goed is dat we kunnen laten zien dat er van alles gebeurt op cultuurgebied. Ook in deze barre tijden, want financieel gezien is het voor kunst en cultuur nog niet per se in de gouden eeuw hier in Horst aan de Maas zouden kunnen zeggen. Maar er gebeurt zoveel waar we niet de handen in hebben. Duk onderbelicht of helemaal niet belicht. Dat ik denk dat het heel goed is dat we met deze prijs kunnen proberen te laten zien dat er van alles gebeurt. En door iemand als Jan Duif de prijs als eerste geven die juist op die onderbelichte plaatsen kan komen. Denk eens aan Kunst aan de Buren. Dat was echt fantastisch. Hoe je bij mensen achter het hoes, in de garage, in de woonkamer dingen kon laten zien. Dat was gewoon geweldig. En omdat datgene uitdraagt wat wij eigenlijk voor ogen hadden, denk dat Jan ook de enige logische keuze was voor de eerste Horst aan de Maas Cultuurprijs.